De Junior Chamber International Female, JCI, heeft gisteren in samenwerking met de Youth Advisory Group van de UNFPA het bureau Gender Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het United Women Seminar, gehouden. Het seminar is gehouden in het kader van Internationale Dag van de Vrouw met als thema Gender Equality for a Sustainable Tomorrow. Het doel was om gendergelijkheid en duurzaamheid verzekeren als het gaat om het verbeteren van het genderklimaat in Suriname. Het seminar is geopend door minister Brontosumo Harjo. Hij gaf aan dat er helaas nog te veel genderongelijkheid en genderdiscriminatie is. Vrouwen bleken onder andere nog steeds ondervertegenwoordigd te zijn op alle niveaus. Van politiek leiderschap onevenredig belast te zijn met onbetaalde zorg en huishoudelijk werk. Op grote schaal fysiek, seksueel geweld te ervaren en niet de mogelijkheid te hebben om gebruik te maken van seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten. Uitgesloten te worden van onderwijs, beperkte toegang te hebben tot fatsoenlijk betaald arbeid en uitgesloten te worden van erfenissen en gronden te bezitten. Richting 2020 scheen het halen van de doelen op gang te komen. Helaas heeft de COVID-19-pandemie en de gepaardgaande economische crisis een domper gelegd en dreigt wereldwijd de reeds geboekte vooruitgangen teniet te gaan en de gendergaps alleen maar te verbreden. Zo is uit het rapport van 2021 van de UN Women Caribbean onder andere gebleken dat vrouwen veel meer banen en inkomens hebben verloren. Mensenrechtenactivist Carla Bakpoort was de keynote-spreker. Zij gaf aan dat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen heden ten dagen net zo belangrijk is als toen de Dag van de Vrouw in 1911 voor het eerst werd gevierd. Ze gaf verder aan dat ondanks de instelling van onder meer het algemeen kiesrecht voor de vrouw in 1948, de genderkloof nog steeds bestaat. In geen enkel land, dus ook niet in Suriname, zijn vrouwen er nog in geslaagd economische gelijkheid met mannen te bereiken. Integendeel. Vrouwen hebben in de hele wereld meer kans dan mannen om in armoede te leven. Vrouwen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse onbetaalde zorgtaken, zoals koken, water halen en voor kinderen zorgen. En deze dagelijkse arbeid van vrouwen is ondergewaardeerd en wordt niet meegenomen bij de berekening van het bruto nationaal product. In een wereld dat overschaduwd wordt door de gevolgen van de klimaatcrisis, de effecten van de COVID-19-pandemie, buitensporige economische ongelijkheid en de toenemende intolerantie, gaat de strijd voor gendergelijkheid onverminderd voort. Ik zie het ook hier. Ondanks de vele uitdagingen waarmee wij, feministen, zowel mannen als vrouwen, overal ter wereld worden geconfronteerd, blijven wij onvermoeibaar pleiten voor naleving van mensenrechten, voor gendergelijkheid en genderrechtvaardigheid. Noodzakelijk voor de ontwikkeling. De erkenning van vrouwen en meisjes wereldwijd die het voortouw nemen bij het bouwen aan een duurzamere toekomst moet gehandhaafd blijven, aldus de organisaties.